derde keer de laatste 600 euro toe. Dat is echt heel geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Ja, nee, leuk. Goed dat ik er mee mag maken. Deze Bunting, de basiskampioen, is niet zomaar iemand die aan de kant zet. Nee, dat klopt. Ja, Steven is in de goede vorm moment. Dat liet hij alleen vandaag niet zien. En, dat was mijn geluk. Dat was jouw geluk. Maar jij mag je ook opgemaakt voor de World Cup. Cup samen met jouw teamgenoot in de normale competitie, was Kanukasia. Is dat een meerwaarde? Ja, dat denk ik wel. We zien elkaar elke week natuurlijk. Dus we hebben een goede band met elkaar. Dus dat denk ik wel dat een voordeel is. Een voordeel? En hoe is het dan om voor Zweden uit te komen, niet voor Nederland? Is dat dubbel of ook wel heel mooi? Ja, het is raar, maar aan de andere kant, ja, ik woon er in Zweden, ik ben er ook thuis. Maar ik ben er echt blij dat ik dat voor Zweden heb gekomen. Ik ben deze thuis, ik ben er ook gekomen. Dat is wel mooi. Zal ik nu nooit in Balder toe? Daarvoor hadden ze wat op Kusko vaak net niet. En nu komt hij daar echt lange tijd gespeeld en is nu voor de koning zelfs. Dus dat maakt een extra stap hier nodig wat. Ja, zeker. Die moet ik wel natuurlijk dat van, ja, dat is voor ons gewoon... Eigenlijk de enige manier om goed te reizen. Die zijn goed te doen. De BDF is vanuit Nederland heel makkelijk te reizen. Maar Zweden is voor mij niet te doen. Ik ben altijd donderdag, vrijdag, maandag mee weg. Dus ik heb niet combineren met werk en met leven. Dan kon ik op vrijdagmiddag kon ik heen rijden en dan was ik zonder appel weer thuis. Dus dat, ja, de BDF is gewoon niet meer te doen. En de Noordic Baltic is gewoon een hele oplossing voor iedereen die in de zonder appel komt. En jij buiten de toekomst heb je voor twee keer de euro toe gestaan. Help je dat nu ook omdat je toch tussendoor dat je geen toekomst hebt, toch op het podium kan staan? Ja, zeker. Daar was ik vorig jaar erg blij mee, want ik had al heel lang niet meer op het podium gestaan. En dan mag je nog even twee European Tours gooien voordat je op het WK komt. Dus dat was extra, ja, natuurlijk dus een extraatje. En nu op naar morgen, James Wade of Ryan Searle staat op jou te wachten. Ja. Ja, daar moet je toch enorm naar uitkijken met dit publiek. Ja, tuurlijk. Ja, ik hoop dat ze morgen wat meer van mij zijn. Ja, dat hoop ik ook, ja. Ja, onwijs. Ik kijk er onwijs naar uit. Ik kijk gewoon de wedstrijd van de wedstrijd en ik ben onwijs blij dat ik welkom met twee wedstrijden gewonnen heb. Was dat nog moeilijk, dat het publiek puntingskant koos en niet die van jou? Nou, ja en nee. Maar aan de andere kant vond ik het ook wel weer een beetje... nam ik wel een beetje druk weg. Dat je dan denkt van als iedereen denkt aan je eigen naam hadden beroemen, dan komt er weer extra druk op jezelf. Dus ik had daar ook zoiets van, nou, dat maakt niet uit. Dus, maar iedereen houdt een punting, dat weet ik ook. Ja, veel succes morgen. Dankjewel.